absoluut niet. Waarom zou die ook? Nummer 2 van de wereld tegen nummer 3 van de wereld. Dit wordt een prachtige partij. Ik heb de veiligheidsgordel aangedaan. Oh, wacht. Ik doe die voor mij ook gehouden vast. Want dit wordt een wilde rit. Hartstikke idee. De toon is gezet. Lewis met de eerste 180. En voor je dat kan zeggen, zitten de eerste 2 van Gerber er ook alweer in. 3, 4, die zitten net onder. 81. Geen finish overgelaten door Lewis. Van Gerwen heeft dus de tijd voor 155. Maar waarom de tijd nemen als het ook maar 3 kan? Net eronder. Zo, we zijn ook wel meteen begonnen hoor. 140. Dat is fijn voor wie nog een beetje aan het doezelen was. Die is ook gelijk wakker. Van Gerwen gooit die dubbel 19 erin. En komt 1-0 voor. In wat ook best een hele goede leg was van Adrian Lewis. Wat is dit nu al een genot om naar te kijken. Niet denken, gewoon gooien. Zoals dat er ooit bedoeld was. Deze is vroeger allemaal op deze manier, wou je zeggen. Ik hoop het. Maar degene die het spel heeft uitgevonden, moet dit toch ongeveer in gedachten hebben gehad. Kijk, ik zeg heel eerlijk, als je dit niet leuk vindt, dan kun je nu ook gewoon beter een ander kanaal kiezen. Want mooier dan dit wordt het eigenlijk niet. 41. Lewis, ga hem wegzetten. En iedere beurt gaat met trippels gepaard. Dat is een zekerheid. 96. Adrian Uruguay 67. Dubbel 8 voor Lewis. Ah, die zit er ook alweer in. Adrian Lewis. Je moet echt, dat moeten zij sowieso, maar iedereen die hier naar zit te kijken, weet nu al. Opperste concentratie is vereist om niks te missen van dit spektakel. Het is ongelooflijk. 3 keer 180 in 3 legs op rij van Adrian Lewis. 16. En dan moet de eerste van Gerwen nog komen. Hop, hop en hop. Hartstikke idee. De vierde voor Adrian Lewis in 3 legs. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Nou, Henk staat maar in dan. Eerst boven. Nee. We gaan wel naar beneden toe. Ja, die zat er wel in. Ja, dan gaat wel deze leg afpakken van Gerwen. Normaal gesproken. Ja, dat kan niet meer missen. Nog even niet. Nog even niet. Nog even steeds niet. Ja, als je nog even een tikje wil uitdelen van Gerwen, dan is dit het uitgelezen moment ervoor. Maar dan moet je wel die triple 20 erin gooien. Ja, het enige wat van Gerwen kan doen is doorgooien en hopen dat Lewis maar blijft missen natuurlijk. Nou. Nou.
Dit had hij niet gedacht van Gerwen. Even de tijd pakken voor Tops. Hij moet hem wel gooien. En hij gooit hem ook niet. Maar dat is wel de eerste keer dat hij van een dubbel gooit in deze leg. Ja, dat kost hem weer een dart. En het gaat maar door de ellende voor Lewis. Hij was aan het knallen niet te geloven en hij strandt nu verschrikkelijk op zijn dubbels. Ja, en dan toch van Gerwen uiteindelijk bijna verontschuldigend naar Lewis toe. Maar ja, waarom zou je verontschuldigen? Lewis moet gewoon die dubbel gooien. Ja, wat je krijgt. Hij heeft er zoveel kansen voor gehad. 10 gemist, dus ja, dat is ruim voldoende. Ja, ik heb bij Lewis sinds het Europees kampioenschap ook niet echt het idee dat hij ermee zit met dit soort dingen. Gaat gewoon door. 83. Hij heeft gewoon het vertrouwen en dat straalt hij ook uit. En dan kun je ook net even dat tikje meer hebben, ook als je hem zelf uitdeelt. 16. Nou ja, hij zal gewoon denken van ja, we zitten nog vroeg in die wedstrijd. Ik weet dat ik gewoon ontzettend lekker aan het scoren ben. Dus dit ga ik me niet nog een keer laten gebeuren. Nee. 100. Ondanks al die missen staat zijn gemiddelde nog wel op 96. Zijn gemiddelde zat dik boven de 120 voordat hij begon te missen. Waar Van Gerwen nu op 85 staat. 86. Weer niet op een finish van Gerwen. En dus mag Lewis op 97 aanleggen. Triple 18. Niet, maar hij mag er nog een keer voor terugkomen. 57. Ja, hij mag er voor terugkomen. 48. Adrian Uruguay, 40. Maar moet hij er nog een keer voor terugkomen? Mag hij er nog een keer voor terugkomen? Jongen, wat mist hij er veel? Zeg, ja, Van Gerwen schudt het hoofd zo van hoe kan die Lewis zoveel missen? En kan ik dan even die triple pakken nu? Nee, veel te ver er doorheen getrokken. Dat is pech. Nou. 2-2. Vraag niet hoe. 2 uit 15 op de dubbels nu, Lewis. 97. Van Gerwen is nog niet met zijn favoriete hobby begonnen. 123. En dat is pijlen in de triples hengsten. Dat laat hij nu toch zien. Maar ja. Ik zet de eerste horizontale streep alvast bij Lewis. 180 nummer 5. Ja, hier in beeld gebracht ook. 93. En weer. De kans om Van Gerwen te gaan breken. 97. Kijk, daar wil hij ze hebben. Want dan kan hij door en door en nog een keer door. Ja, kijk. Dat bedoelde ik dus, hè? Ja. Lewis krijgt wel de kans. Vanaf triple 19, nee. 92. En dan nu nog even... De kerst op de taart. Dat is een 3-2 voorsprong na 5 legs voor Michael Van Gerwen, die duidelijk nog niet tevreden is. En dat is begrijpelijk. Met de druk weer even bij Adrian Lewis. Om de zesde leg naar zich toe te trekken. 57. En na 1 beurt kan hij in ieder geval een positief gevoel daarover hebben. 136. Van Gerwen met een gemiddelde van 86 op een 3-2 voorsprong. Nou ja, goed, als je ermee wegkomt, dan maakt het niet uit inderdaad. Lewis, boy, jongen. Dit is wel hogeschool dart hoor. 680 in de zesde leg. Van Gerwen heeft er eentje. 121.
Ja, Lewis zal ook voelen dat hij scorend veel beter is dan Van Gerwen. Hij gaat wel bij tops weg trouwens. Dat doet hij normaal nooit, Lewis. En gaat naar dubbel 16, nu twee keer dubbel 8. En wellicht dat Lewis een nieuwe liefde heeft gevonden. Hij vertrouwt zijn tops niet meer. Nou ja, goed, of hij is tot het verstandige inzicht gekomen dat hij dan iets anders moet proberen. Ik vind er altijd wel wat voor te zeggen, hoor. 57. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Poëtisch, Frank. Nummer 2 voor Mighty Mike. 100. Komt hier nummer 7. 124. Nee. Dubbel 16 voor Van Gerwen. 32. En een heel hoog getal voor Lewis, maar daar hoeft hij al niet meer over na te denken, want Van Gerwen weer op voorsprong. 4-3. In 13 darts. Kijk, dat zijn de legs. Zo willen we hem zien spelen. Ja, en kijk, daar komen de triples nu ook. Ja, 177 is net zo goed als 180. Ik zei toch, hij is nog niet aan zijn favoriete hobby begonnen. In het begin, in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Als dat ook nog gaat gebeuren. En hij blijft de dubbels gooien. Dan kan het nog een fijn avondje worden. Kijk eens aan. Ja, ja. 177 en 180. Laat 144. En dan zien we het toch vaak bij de zevende dart misgaan. Maar goed, na 9 darts 44. Ja, Lewis. Nee, die trekt even die eerste pijl de 5 in. Dit is voor de eerste break in de partij. Dit is voor de eerste break in de partij van Gerben naar 5-3. Ja, en dan overleeft hij dus die lastige eerste sessie, omdat Lewis de kansen laat liggen. Nu gooit Van Gerwen beduidend beter. En hij pakt de kansen wel. Ja, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Je kan 21 keer 180 gooien in deze wedstrijd. Als je geen dubbel gooit, ga je hem niet winnen. Ja, we zullen nooit weten hoe het gelopen zou zijn als Lewis die dubbels wel gegooid had aan het begin. Wat dat met Van Gerwen gedaan zou hebben. Ja, het is allemaal, blijft allemaal speculeren. We weten alleen hoe de situatie nu is. En die is gunstig voor Van Gerwen. 140. Het is wel een groot verschil, hoor. De score is boven de 140. Lewis 13, Van Gerwen 5. Maar ja, wat maakt het uit? Hier komt wel nummer 6 aan. Hoppakee. We zijn nu echt warm. Want die van Gerwen zit erin en die van Lewis kwam eraan. Ik kom papier tekort dadelijk. Van Gerwen 127, nee dat niet. En dan kan Lewis dus weer terugbreken. Kun je zeggen dat ze even wat langzamer gooien? Ik houd niet meer bij. Dit is Lewis die op 5-4 komt en terugbreekt. Nou, die conclusie heb ik nog net kunnen trekken. 11-30 Van Gerwen, 11-30 Lewis. Even uitreigen nu. En hoppatee, daar gaan we weer. 1, 2, hoppakee. Bijna. Ja, ik vind je geeft er een leuke draai aan. Ja, het is mooi, hè. 93. Alle wedstrijden tussen Lewis en Van Gerwen zijn mooi geweest eigenlijk. European Championship, World Matchplay, WK, allemaal prachtig. 100. Hier kan ik uren naar kijken. 100. 140.
140, 100 en 140 voor Lewis. 39. En dat hij de vorige leg al twee keer 140 en 180 had gegooid. Dus het scoren gaat best aardig bij Lewis. Hij heeft 6 darts voor die 121. En hij laat dubbel 18 over. Ja, dubbel 18 doet het ook best. Kijk, hij gaat nog even met het publiek spelen zelfs. Wil het even weten en daar heeft hij ook recht op hoor. Hij komt terug van een 5-3 achterstand naar 5-5. Dit is Michael van Gerwen aan het begin van de 11e leg. Ja, tempo is ongeveer 1,5 minuut per leg, dus wat er ook gebeurt, ik zou nog even wakker blijven. Het kan nooit langer dan 15 minuten duren meer. Van Gerwen heeft het voordeel dat hij de partij is begonnen. Lewis gooit wat meer triples dan van Gerwen. 11 keer 140, 7 keer 180 tegenover 2 en 4. 99. Daar maakt Lewis het verschil. Maar ja, de finishes van Gerwen zijn beter geweest tot nu toe. Hij moet wel weer even een tandje bijzetten nu. En dit is zeg maar een tand. Ja, dan komt hij er meteen weer achteraan. Oog omhoog, tand tot tand. En daar heb je hem ook weer. Net geen tops over. Lewis vanaf 82. Bullseye is dubbel 16 over. Nu moet het naar tops toe. Die heeft hij nog niet veel geraakt. Maar nu wel. En daarmee pakt Adrian Lewis zijn eerste voorsprong in de wedstrijd. Dat dan ook wel weer. Dan heeft hij 3 legs op rij gewonnen nu. En staat hij een break voor. En dan begint hij met 58. Dat valt dan weer tegen. 58. Maar ja. Ongelooflijk goed gemiddelde van Lewis, 103,65. Als je ziet dat hij een finishpercentage van 30% heeft, dat is ongelooflijk. En het lijkt wel alsof die triple twee keer zo groot is als Lewis staat te gooien. Jongen, jongen, 9 keer al. Dat is niet normaal, man. 164. Alsof hij er zelf niet op gerekend had. 94. Gerwen moet de schade beperkt zien te houden. Deze leg. Kijk, dat is goed. Aansluiten en hopen wat Lewis mist. Maar ja, die mist weinig op dit moment. Hij gaat nu weer naar tops toe, Lewis. Want die loopt weer. En dus komt Lewis ook nog eens 7-5 voor. Nou, dan moet Van Gerwen deze leg echt houden. Anders wordt het een lastig, zo niet onmogelijk verhaal. Jackpot van 5-3 achter naar 7-5 voor. Goh. En hoe ook, hè? Wat een geweldenaar. Twee keer wereldkampioen, Lewis. En je kan zien waarom. Ja, en een geweldenaar kan Van Gerwen ook zijn natuurlijk. 140. Maar Lewis is op dit moment niet te stoppen. 96. Ja, dit is een zeldzaamheidje, daar moet je gebruik van maken. Meteen 140 of iets dergelijks eroverheen klappen. Prima, ja, dit was nodig. Dat is wel triple 20, maar geen triple 19. En dan moet Van Gerwen die 72 uitgooien om in de wedstrijd te blijven.
Triple 16 en dubbel 12. Dubbel 6. Van Gerwe, dubbel 6. Ja, ja. Je krijgt geen eens tijd om adem te halen. Hoppatee, 177. Ah, dit is dart, hè. Oi, oi, oi. Dit is kunst? Bijna wel. Hij kan zo in het Stedelijk Museum gaan staan. Adrian Lewis. Ja, dan moet hij stilstaan. Dat is, ligt hem niet zo. 100. Maar je hebt ook levende kunstwerken. Ja, het, hij gaat Lewis, of hij gaat Van Gerwen de break terug niet gunnen nu. Nee, Van Gerwen komt niet helemaal finish, ook niet naar deze drie. En dus heeft Lewis een 627. Het is ook alweer een tijdje geleden dat Lewis dubbels mist, hoor. Dus dit lijkt de kant van Lewis op te gaan in deze leg in ieder geval. 93. ...34 heeft hij over. Lewis, gaat hij ervoor of kiest hij een veilige route? Nee, hij gaat staan en plop. Ook de dubbel 17 hangt erin. En dat is een bijna ongelofelijk contrast. Met wat Lewis in het begin van de partij overkwam. Zoveel dubbels als hij miste. 96. Inmiddels staat hij alweer op een behoorlijke 7 uit 21, want hij mist gewoon geen dubbels meer. Nee, precies. Maar kijk Van Gerwen, die komt er weer aan. Niet normaal. Maar dit is ook best. 136. ...102 voor Van Gerwen. Triple 20 zou lekker zijn. Nee, niet gegooid. Bullseye voor dubbel 16. Nee, ook niet. Lewis op 160. Als je Van Gerwen echt pijn wil doen. Maar dat is nu alweer achterhaald. 85. Voor 8-7. Tops voor Van Gerwen. Dubbel 10 voor Van Gerwen. Nee. Lewis 75. Wordt hier de beslissing gemaakt. Oeh, hij mist het 17 en hij gooit geen dubbel 16 en tops. Kijk snel achter zich. En daar staat Van Gerwen. En die gooit dubbel 10. En die ontsnapt. In ieder geval voor nu. En dan zou het nu toch wel een fijn moment zijn voor Van Gerwen als die rebreak maar eens komt. Maar Lewis die heeft er geen zin in. Lewis die blijft maar smijten en smijten en smijten. 134. En dan kan Van Gerwen, ja, dan net niet voldoende mee. Hup, nummer 5. Nummer 6. In deze leg dan. Hoeveel staat hij inmiddels? Geen idee. Volgens mij 11. 11, ja. Maar Van Gerwen knalt er wel achteraan. Oh, dit is mooi. 141 voor Lewis. Nee, dat lukt dit jaar niet. En dan kan Van Gerwen de druk erop zetten. Ondanks dat Lewis met 280 begint in deze leg. Geen trippels. Dat is dan weer heel vervelend. Hij wel. En zijn dubbel, ja. Die mist hij helemaal niet meer nu. Wat dat betreft is Lewis vandaag net Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Ik denk dat hij zijn broer het podium op had gestuurd voor de eerste 5 legs. Zijn broer die geen dubbels kan. Ondertussen is hij natuurlijk wel heel erg hier bij de kwartfinale, Adrian Lewis. Ja, maar ik wil niet dat het ophoudt. Nee, nou ja. Anders spelen we deze partij toch vast, wat was het, best of 31? Ik vind het prima. Doe je even gauw een belletje.
Ja, het is nog altijd maar één break, hè? Ja. Het is nog altijd maar één break. En dit doet Van Gerwen prima. En dit doet Lewis prima. Dat is natuurlijk een understatement. Zijn 1280e van de wedstrijd. 64. Maar kan niet uit vanaf 177. Ja, het moet wel om in de wedstrijd te blijven. Hij mag niet missen van Gerwen. Oh, en dan mist de 18. Dan moet die triple 19 gooien. Die gooit hij niet. En dan krijgt Lewis de kans nu. Ai, ai, ai. Op het moment dat je het niet meer verwacht eigenlijk. Lewis gooit de enkele bol. De 19 mag geen probleem zijn. En dan blijft Bullseye over. Hij vraagt het nog even voor de zekerheid. Bullseye voor Lewis in de wedstrijd. En hij gooit hem niet. 69. Dat had hij toch gewoon moeten weten. Die had hij er toch gewoon meteen achteraan kunnen gooien. En Van Gerwen maakt 9-8. En Van Gerwen maakt 9-8. En dan is het maar één break. Maar dat moet nu wel gebeuren in deze leg. Ja. Lewis begint weer met 140. Dat is zo klaar als een klontje. Het moet nu gebeuren voor Van Gerwen. 1 triple. In ieder geval iets. Oeh, 44 voor Lewis. Kijk, het moet nu gebeuren. 140. Oh, ja, jammer van de laatste. Ja. En Lewis, even geen triples. Nog een keer 140, dan blijft er 121 over. Dat is te doen. 170. Nou ja, oké. Wat een spanning. En dan vindt Lewis de triples weer wel. 139. Dus ja. Red hem maar dan met 170. Breng ons in die laatste leg. Dat is 1. Dat is net geen 2. En dan Lewis weer voor de wedstrijd. Ik hou het niet meer. Dubbel 12 is gegooid door Adrian Lewis. Ja, hij komt tot een einde aan deze fantastische partij. En de winst gaat naar Lewis. Hij knikkert Michael van Gerwen uit het toernooi en stapt door naar de kwartfinale. 10-8.